Wie maakt er anno 2018 nog fietsen in Nederland? Nou, nagenoeg niemand. Maar er gloort hoop. Hey, Evan hier van Bright. Bijna elk Nederlands fietsenmerk, groot of klein, laat tegenwoordig zijn frames in China maken. Maar omdat daar ook de loonkosten wat stijgen voorzichtig en de transportkosten ook hoger uitpakken tegenwoordig, wordt het interessant om te kijken of dat niet weer hier in Nederland kan gebeuren. Bob Schiele van Mokumono pioniert daarmee. We zijn drie jaar bezig, of eigenlijk twee jaar bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuw productieproces. En met als doel eigenlijk om fietsframeproductie gewoon terug te halen naar Nederland. Want eigenlijk alle fietsframes worden gemaakt in Azië. En ik denk van ja goed, in Nederland kunnen wij dat ook hartstikke goed, misschien wel beter. Dat alle fietsenmerken hun productie hebben verplaatst is natuurlijk dat de frames te duur zijn om hier in Nederland te maken. Dat heeft gewoon te maken met arbeid. Dus als je die arbeid eruit houdt, dus gewoon het productieproces automatiseert, ja, dan kun je het net zo goed hier doen. Een normaal fietsframe bestaat uit buizen, die worden aan elkaar gelast, eigenlijk nagenoeg altijd met de hand. En het frame van onze fietsen die bestaat uit twee platen aluminium en die worden in vorm geperst, vaak diep getrokken en dan aan elkaar gelaserlast. Dus dat zijn technieken die zich heel goed lenen voor automatisering. Ik ben erg benieuwd. Zullen we? Ja. Allereerste indruk, ik zei, mijn allereerste woord was lekker kittig, twee woorden. Ja, een soort lekker pittig, hij is lekker, het stuk is niet te klein, niet te groot. Ook door de riem natuurlijk, maar je voelt een lekkere directe transmissie. En ja, heel solid voel je, en niet te solid. Nog even een stukje. Ik heb die eerste rit een beetje kunnen laten bezinken en ja, ik vond hem lekker fietsen. Het frame is lekker, ja, kittig, pittig, ik bedoel sportief. Ik bedoel, je zit ook wat naar voren natuurlijk, zoals ook wel op andere wat sportievere fietsen. Maar het was natuurlijk even spannend, zo'n frame met van die twee aluminium platen tegen elkaar gepest en dan gelaserd. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Hè? Hoe, het kan zijn dat zo'n fiets veel te stijf is of een beetje te... Maar dat was net goed, was heel fijn. En het viel me vooral op de bochten. Ach man, als boter ging je. En ik vind het moeilijk uitleggen, maar ik heb ook bijvoorbeeld een andere fiets van Stevens. Een City Flyer, een stadsfiets. Een wat langer frame, zie ik ook wat naar voren. En ja, de bocht is altijd, ik weet niet, alsof het stuur te ver naar voren staat. En het stuur gaat alvast de bocht in en het frame volgt iets later. Zoiets, moeilijk uit te leggen, maar op die Mokumono, die bochten, oh, ik zou denk ik de hele dag bochten fietsen op dat ding. De uitvoering waar ik op fietste was 12 kilo, dus niet te zwaar, niet te licht. De single speed versie is nog iets lichter, een kilo of 9 begreep ik. Vanaf 1600 nog wat, ja, klinkt op eerste oog natuurlijk wat duur, maar als je bedenkt wat voor onderdelen er allemaal in zitten, hè, zo'n carbon belt drive, banden, de beste ongeveer die er zijn, het zadel, dan als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is die eigenlijk best wel scherp geprijsd. Maar goed, het stoerst van Mokumono vind ik vooral dat Bob dus in dit geval, dat hij dat gewoon heeft gedaan. We maken dit in Nederland, made in Holland en 100% Dutch design. Ik zou zeggen, ga zo door. Ja, hij is natuurlijk niet elektrisch, maar... Ja, Bob zei wel hè, dat hij daar... Hij was daar wel aan het kijken trouwens. Interessant. Want dit frame, dat is natuurlijk hol. Die twee platen. Dus daar kun je van allerlei dingen in stoppen. Een motortje, een dingetje, een accu. En, Wordt vervolgd, denk ik.